NEC speelt vrijdag thuis in de Goffert tegen Helmond Sport. Van de afgelopen 5 wedstrijden won NEC er 4. En dat smaakt naar meer. Vorige week wist NEC knap te winnen uit bij NAC. Met een gehavend team door een aantal coronabesmettingen. De jonkies moesten het doen voor NEC. En dat hebben ze goed gedaan volgens trainer Rogier Meijer. Ja, hartstikke goed. Dat hebben ze uitstekend ingevuld. En, moeilijke wedstrijd, uitwedstrijd bij een directe concurrent. Ja, dat hebben ze als team hartstikke goed gedaan. Een aantal jonge jongens die speelden hebben het goed ingevuld. Dus ja, dat geeft alleen maar vertrouwen voor het vervolg. Terrel Ondaan was vorige week tegen NAC belangrijk en maakte een doelpunt. Dat moet lekker voelen voor de nieuwe aanvaller van NEC. Ja, tuurlijk. Het is lekker als je je doelpunten maakt en belangrijk bent voor je team. Maar het gaat niet alleen om mij, het gaat om NEC. Dus we gaan gewoon lekker verder zo met z'n allen. Ook tegen Helmond Sport ontbreken er nog een aantal spelers door corona. Dus maken de jonkies weer kans op een basisplaats? Ja, maar dat zouden ze ook maken als die andere spelers erbij zijn. Hè. Ik denk dat het voordeel van deze periode is dat je ziet dat we een aantal spelers hebben die gewoon goed mee kunnen op dit niveau. Nou, dan kunnen we daar keuze in maken. NEC tegen Helmond Sport volg je weer live bij RN7.